Goedemorgen, vrijdag 8 oktober. We naderen alweer het eind van de week, nog een paar uurtjes en het is weekend. Vanmiddag nog de banencijfers natuurlijk uit Amerika. Nou, kijken wat dat wordt. Zal wel misschien wel een keer een klein beetje mee kunnen vallen. Belangrijkste nieuws uit Amerika was natuurlijk dat de debt ceiling, het schuldenplafond van de Amerikaanse regering, waar ze tegenaan zaten, dat wordt niet opgelost, maar wel wordt verlengd. Wordt uitgesteld tot 1 december. Ze krijgen wat extra geld. 480 miljard zo uit mijn hoofd. En dat houdt ze weer een paar maanden van de straat. Je zag de beurs ook een beetje corrigeren. Stonden rond de 750, nu weer 770, 775. Dus een beetje ontspanning op de beurs is af en toe ook goed. En dan gaan we volgende week wel verder kijken hoe het gaat. Want dan komen de bedrijfscijfers en dat geeft dan weer nieuwe input. Vandaag best wel wat leuke dingen. BAM maakt melding, tenminste niet BAM, maar gaat via de AFM wordt dat bekend, dat JP Morgan een belang heeft opgebouwd van 3% in BAM. Ja, wat moeten ze daar nou mee? Misschien zit daar een andere partij achter, ik weet het niet. Olieprijzen gaan weer wederom omhoog, $83 alweer. Dus nou, zie je dat meteen Shell omhoog gaat en ook Fugro en SBM. Voor hen is dat natuurlijk goed nieuws. Fugro hebben we deze week in het magazine als optietip. Interessant, ik denk dat ik mezelf ook ga doen, even kijken hoe dat in elkaar zit. Wat hebben we nog meer deze week in het magazine? Ja, heel veel eigenlijk. We kijken naar de halfgeleiders. Een ETF gevonden waarin halfgeleiders in zitten. Bedrijven die actief zijn in de semiconductorindustrie, waaronder natuurlijk ASML. Maar er zitten meerdere in. De sterkste bedrijven uit die sector zitten verzameld in één ETF. We leggen uit hoe die in elkaar zit. En misschien is het wel weer langzamerhand tijd. Het is toch behoorlijk afgekomen. ASML, Besi en ASMI. 15-20% lager. En er is nog steeds een groot tekort aan chips. Er wordt veel geïnvesteerd in die markt. Dus dit zijn wel hele interessante bedrijven voor de toekomst. We kijken natuurlijk naar Shell. Shell gaat enorm profiteren van de hogere olieprijs. Gisteren gaven ze al een beetje een schot voor de boeg. Het viel in eerste instantie een beetje tegen. Omdat ze wat betreft gas er niet helemaal goed bij zaten. Er was wat achterstallig onderhoud. Dus ze moesten zelfs gas inkopen van andere partijen om aan hun eigen leveringsverplichtingen te voldoen. Maar goed, als die prijs hoog blijft, dan is dat natuurlijk heel goed nieuws voor Shell en iedereen die daar omheen zit. Kijk even naar de OPEC. We kijken naar turbo's. Daar is nieuwe regelgeving van kracht geworden per 1 oktober. We leggen uit hoe dat precies in elkaar zit. We kijken naar Wereldhaven. Er is een boek geschreven over Wereldhaven door Roel Olderman. Ik had een interview met hem. Het staat in het magazine. Staat nu ook al op YouTube. En hij legt uit hoe hij als activistische aandeelhouder in Nederland, hoe hij is gevaren met het management van Wereldhaven. Heel leuk om te lezen en om dat boek te downloaden. Het kost helemaal niks, gratis. En vragen wel om een kleine donatie voor het KWF. Dat is het Koningin Wilhelmina Fonds voor Kankeronderzoek. Wat hebben we nog meer? Jordi die duikt in China. Zet altijd nog eens een keer goed op een rij. Wat is er aan de hand? We hebben een heel interessante YouTube-video gevonden met twee insiders die bespreken wat er nou precies allemaal gebeurt. En dat staat allemaal in het magazine. Plus daarbij nog natuurlijk de puzzel, What's Up on Wall Street en de gewone rubrieken. 8,25 per maand, 7 uur, zaterdagochtend, elke week in de mailbox. En u kunt hem ook gewoon op de website vinden als u lid bent van de aandeelhouder.